Wat je hier op de IFA in 2015 heel veel ziet, dat zijn Internet of Things. Wat zijn Internet of Things? Dat zijn apparaten die je met je smartphone kunt bedienen. Wat kun je nou allemaal bedienen in je huis? Nou, bijvoorbeeld je wasmachine, dan zie je wanneer die klaar is. Of je oven, die kan je dan via je smartphone programmeren. En dat werkt allebei via wifi. Maar er zijn ook sensoren en je kunt ook bijvoorbeeld het licht regelen met je smartphone. Alleen dat zou met wifi niet zo handig zijn, want die sensoren die werken met een batterijtje en dan zou de batterij zo leeg zijn. Dus, nou, daarvoor heb je bijvoorbeeld Zigbee of Bluetooth of Z-Wave. Allemaal best ingewikkeld, dat moet je heel even onthouden. Want ja, het zijn allemaal dingetjes die niet standaard in jouw huis aanwezig zijn al. Je router, jouw wifi router, kan alleen maar wifi. Dus wat heb je nodig om alles te verbinden? Een extra kastje, dat noem je een gateway. En die dus bijvoorbeeld Zigbee kan ondersteunen of Z-Wave of Bluetooth. Er zijn heel wat fabrikanten met deze systemen bezig en we gaan hier op de IFA nu een aantal bekijken. We zijn hier bij Devolo en Devolo kennen we wel van de Powerline adapters, dus dat is internet via het stopcontact. Devolo is wat langer bezig met Internet of Things en Home Control, maar het nieuws is dat dat nu ook in Nederland beschikbaar komt. Ook Devolo heeft een kastje wat alle apparaten in je huis met elkaar kan verbinden, maar in dit geval is het kastje ook voorzien van Powerline, dus hij kan ook via het stopcontact met bijvoorbeeld een andere Powerline adapter praten en op die manier aangesloten zijn op jouw router in huis. Daarnaast ondersteunt hij Z-Wave, of eigenlijk Z-Wave Plus, maar hij ondersteunt geen Zigbee. Nou, in theorie zeggen ze dat dat wel later nog kan toegevoegd worden met een kleine dongle die je in een USB-poort aansluit. Ook Devolo heeft gezegd dat ze het systeem open hebben gemaakt. Dat betekent dat andere fabrikanten er ook apparaatjes voor kunnen maken. Ze kunnen me niet vertellen wat de gateway los gaat kosten, maar je kunt wel altijd in een setje kopen met een paar sensoren erbij. Bijvoorbeeld een venstercontact en een schakelaar. En dan kost die €220. We zijn hier bij D-Link en we kennen D-Link van de routers, de wifi routers. Maar D-Link heeft ook een systeem om allerlei sensoren in je huis met elkaar te verbinden. Maar daarvoor heb je dan wel weer een klein kastje nodig en dat heet in dit geval de Connected Hub. De Connected Hub ondersteunt in dit geval alleen maar Z-Wave, dus geen Zigbee. Ze benadrukken wel dat die Z-Wave Plus ondersteunt. Dat betekent dat er een extra versleuteling plaatsvindt, dus dat is goed voor de veiligheid en je privacy. Ook D-Link geeft aan dat het platform zo zal zijn dat andere fabrikanten er misschien producten voor kunnen gaan maken, maar ik heb toch sterk de indruk dat ze daar nog niet zo ver mee zijn. De D-Link Connected Hub zal over een maand of twee verkrijgbaar zijn voor een prijs van €79. Ze worden ook verkocht in setjes, maar wat de prijzen daarvan zijn is nog niet bekend. We zijn hier bij Samsung. Samsung pakt dit jaar behoorlijk breed uit op het gebied van Internet of Things. Ze laten van alles zien wat nog lang niet te koop is. Maar ze hebben ook Samsung SmartThings en dat is al wel te koop. Het SmartThings systeem dat draait allemaal om de SmartThings Hub. En dat is het kastje wat alles met alles verbindt. Er zijn allerlei sensoren die je in huis kunt gebruiken. Bijvoorbeeld een deursensor om te kijken of die open of dicht is. Een bewegingsmelder. Er is ook een sensor om te kijken of je wasmachine niet overstroomd is. En er zijn schakelaars die je kunt bedienen. Die gateway, die hub, die is behoorlijk universeel, want hij ondersteunt zowel Zigbee als Z-Wave. En Bluetooth zit ook ingebouwd, maar de software daarvoor is nog niet gereed, dus dat staat nog niet aan. Maar verder kun je wel heel veel dingen met elkaar verbinden. En belangrijk, ze noemen het een open platform. Dat betekent dat andere fabrikanten er ook software voor kunnen schrijven. Samsung kan ook al echt dingen laten zien. Er zijn een sirene die je op afstand kunt bedienen, maar ook een camera die je erop aan kunt sluiten. En ook een deurslot bijvoorbeeld. De Smart Hub zelf kost ongeveer €99 en al die andere kastjes omheen kan je ook kopen als een pakket en dan heb je een aantal van die apparaten met elkaar voor €200. En daarnaast is er een cloud service waar je niet voor hoeft te betalen. Maar bijvoorbeeld als je met de camera beelden zou willen opnemen, dan moet je weer wel gaan betalen per maand. Samsung laat hier met dat Samsung SmartThings een behoorlijk complete oplossing zien om dingen aan elkaar te verbinden. En dat is op zich een hele aardige optie zou je zeggen. Maar goed, Samsung doet nog meer. Ze hebben ook nog die ovens. En het blijkt ook dat je daar weer een andere app voor nodig hebt dan voor dit systeem. Dus dat is wel een beetje jammer. We zijn hier bij My Homebox. En ook zij maken een kastje dat alle Internet of Things met elkaar verbindt. Wat echt speciaal in dit kastje is dat ze echt geprobeerd hebben om zoveel mogelijk protocollen te ondersteunen. Dus ook Zigbee en Z-Wave en Bluetooth zitten allemaal ingebouwd. Nog een bijzonderheid, het is een echt Nederlands product. Nou, de ontwikkelaars zeggen dat je data alleen in Europa wordt opgeslagen, dus dat is misschien goed voor je privacy. En daarnaast zeggen ze dat ze de app zo maken dat je hem helemaal zelf kan aanpassen met eigen afbeeldingen en zo.
Dat is wel één nadeel. Ze zijn er nog mee bezig. Ze denken dat het product in de eerste kwartaal van 2015 beschikbaar zal gaan worden. En hij kost dan €250. Nou, we hebben nu verschillende systemen gezien en ik beloof je, er zijn er nog veel meer. Je merkt al dat al die fabrikanten het eigenlijk niet kunnen maken om niet iets met dat Internet of Things te doen. Maar je merkt ook dat ze het allemaal niet helemaal eens zijn over hoe dat moet. Ik heb geen oplossing gezien die eigenlijk geen nadelen heeft of waarbij bijvoorbeeld alles geïntegreerd is en alles super simpel en toch veilig en goed voor je privacy. Hou er rekening mee. Het kan in de toekomst natuurlijk wel zo zijn dat je weer een sensor hebt die net weer op een andere manier werkt en dan niet meer binnen jouw systeem past. Dus voordat je er heel veel geld in investeert, denk daaraan.